Alles wat John van Eert momenteel aanraakt, lijkt wel in goud te veranderen. Natuurlijk hartstikke lekker voor hem. Na zijn glansrol in Lekkage Overal schittert hij nu in zijn zelfgeschreven stuk Kantje Boord. En zoals de titel al doet vermoeden, op het laatste moment ging het allemaal nog bijna mis. Hallo! Toy boy! Als er iemand de lach aan zijn kont heeft hangen, dan is het John van Eert wel. De altijd vrolijke lachenbek zorgt met zijn nieuwe klapstuk weer voor bulderend publiek. Ik vind het knap. Ik ben heel erg trots op hem, op mijn vriendje. Dus, hij heeft het toch maar weer geflikt. Het gaat nergens over, maar je moet lekker lachen. Heel erg grappig. Ja, dus zit bij meestelijk in elkaar. Uitermate grappig, ja. Ik heb een beetje, mijn mond staat een beetje zeer. Moet eigenlijk zou het nu zo moeten lopen. Toch is het niet alleen lachen, gieren, brullen. Actrice Carolien van den Berg haakt vlak voor de première af met acute rugklachten. En ook John zelf maakt een nare smak. John die verswikte zijn enkel, of zijn knieën, 2 dagen geleden. Dus gisteravond was ik hier ook nog, was het ook nog kantje boord of hij hem vandaag zou kunnen spelen. Maar gelukkig, met een zwachtelom, gaat hij hem spelen. Ik ga zijn riem onder het hart steken. Ik vind het heel erg leuk om ze te sporten. Het is gewoon een hele simpele knieband zoals elke voetballer heeft, hoor. Ik zit nu ook helemaal onder de pijnstillers om hier te kunnen zijn. Met gevaar voor eigen leven gaat de klucht toch nog succesvol in première. John komt hinkend en bloedend over de finish, maar dat mag de pret niet drukken. Ik ben zo trots. Dit is zo goed. Het is zo fijn. Het is zo leuk. Ja. Wat had je dan met je neus? Ja, ik ben voorover gevallen in de rug. En toen bloedde het. Ach, koffie. Ja. Bloed tot de paal. Bloed tot de paal. Ja, thuis is hij heel anders. Heel rustig. En altijd bezig wel, maar niet. Moet je ook niet thuis willen hebben, zo iemand. Open doekjes en de lachsalvo's waren niet van de lucht. Dus ik geloof dat we wel een hele leuke voorstelling hebben gespeeld. Nou, het publiek is overtuigd. Nou. En John van Eert heeft zo zijn eigen theatervorm ontwikkeld. Natuurlijk af en toe heerlijk een uitstapje naar de musical. Maar gewoon, hij heeft de klucht weer teruggebracht op het niveau waar hij hoort. En hij heeft er zelfs iets aan toegevoegd. Dat gooi- en smijtwerk en dat lichamelijke wat hij doet met waterskiën en van glijbanen afkomen. Dat had je allemaal nooit. Dat doet hij wel met gevaar voor eigen leven. En iedereen die wil ouderwets veel lachen, die moet de komende maanden naar het theater, naar Kantje Boord. Leuk.